Minister Giljo Dotsen van Natuurlijke Hulpbronnen blijft erbij dat de scallians op het Stuwmeer niet naar goud zoeken. In gesprek met het Nationaal Informatie Instituut zegt de bewindsman dat de vier scallians vanaf december 2017 op vier verschillende locaties in het Stuwmeergebied kwik zuigen uit het water. Door het zuigen en verwerken van kwik laten de scallians vuil water achter. Dit hoeft echter geen probleem te zijn, aangezien het water zichzelf weer reinigt. De groene kleur van het water is volgens de bewindsman niet het gevolg van de werkzaamheden van de scallians, maar van de algen. Dotsen zegt verder dat wereldwijd er naar een balans tussen milieu en ontwikkeling wordt gezocht. Suriname is geen uitzondering op de regel. We zullen echter niet toestaan dat mensen in de goudsector over de schreef gaan, stelt minister Regilio Dotsen resoluut. De minister reageert hiermee op berichtgeving als zouden de scallians weer actief zijn op het Stuwmeer.